Kijkers van ZizoTubers. Aangezien de feedback heel positief was op de vorige video, heb ik toch maar besloten, ondanks ik heb gezegd dat ik voorlopig geen video's meer zou maken, toch besloten om een video te maken. En niet zomaar een video. Ik ga een Herobrine Boss Battle video maken. En deze is echt met een comment block. Dus het is niet echt de echte Herobrine, maar hij is gewoon gecustomined. Met een comment block. En je moet in ieder geval een comment block hebben. Dat krijg je dus via / give jouw naam. En dan Minecraft dubbele punt command backspace low space. Ja, ik moet een laagstreep laat maar noemen. En dan block met een C voor de K. Voor de mensen die dat niet weten. En op onder 1.8 of zo, of 1.7, is het Minecraft dubbele punt 100, of nee, gewoon 137. En nu heb ik een comment block, wacht even, timeset. En die zet ik neer. Ik heb de comments, de link naar de comments staat in de beschrijving. Je kopieert hem erin met Ctrl V tegelijk. Dan druk je op Done. Dan pak ik nu een knop. Dan shift je en dan plaats je en een drop. En dan druk je op de knop. En dan bouwt hij een gigantische machine. Nou ja, gigantisch. Oké, niet gigantisch. Ik pak dadelijk ook nog wat spullen. En dit is alleen om te laten zien. Ik ga hem nog niet vechten hoor. Hier. Meal in the game whispers to you. Herobrine is not real. Or is he brilliant? Moet je hier niet naar kijken. Gewoon get items doen. De rest maakt niks uit. En dan zet je deze hier. Deze hier. Deze hier. Deze hier. Zo'n vorm. En dan plaats je deze in het midden. Maar eerst pak ik wat vechtspullen. Zodat ik dadelijk als die klaar is ook kan vechten. Je hoeft niets meer als een boog al. En zwaard in een boog als je in creative bent al mis. En dan begint hij met spannen. Moet je even afstand nemen. Want hij roept enorm veel grond. En ook in een default wereld gebeurt dit. En nu is het een kwestie van afwachten. Dan wordt hier op haar gespand. Hier. Vliegt daar omhoog. Ik zou hem ook eens goed laten zien. Hier, dit is Herobrine. Super vet. En hij zegt, die you fool. En hij maakt het nacht. En dan hier Ender Crystals. En hij begint ook vuurballen op je te schieten. En als je een creative bent, is het ook wel geinig. Dan vlieg je hier zo overheen. Onderdoor, whatever. En dan sloopt hij hem zelf met een beetje geluk. Even kijken of hij het nu wel doet. Ja, kijk, dan sloopt hij hem zelf. Dus Herobrine kan zelfmoord plegen. Je kunt ook met een boog erop schieten. Zo. En je kunt ook gewoon met een zwaard slaan of met van alles en nog wat. En nou is de volgende fase begonnen. Herobrine gaat rennen over de map en dan moet je hem zoeken en vermoorden. Hé, hey, kijk, hier staat hij. Het is Herobrine. Geef je een, kijk, slowness, maar ja, blindness vooral. En dan moet je hem vermoorden. En dat gaat zo. Hij is niet heel sterk eigenlijk. Hij slaat bijna niet. Ja, dat wel, maar hij brengt op de een of andere manier maar een half watje schade naar wat ik had begrepen van Stijn. Best apart. En dan rent hij weg en dan spant hij mini-zombies. En ik heb nog steeds slowness mining fate. Ik roep zo. Ik kan minder snel minen. Dag. En hoe dichterbij ik kom, hoe donkerder het wordt, zoals je ziet. En deze comment is trouwens niet van mij. Deze comment is van Ija Minecraft. Ben ik helemaal vergeten te vertellen. Dus deze comment is niet. Ja, het is gewoon van Ija Minecraft. De link naar zijn website met de comment staat in de beschrijving. Daar kun je, als jullie die met Ctrl V erin plakken. Je moet dus rechtermuisknop op. Nou ja, eerst maak je de hele comment blauw. Door hem te selecteren. Dan druk je er met de rechtermuisknop op. Druk je op kopiëren. Ga je naar Minecraft in de comment blok. Kun je kopiëren door Ctrl V te gebruiken. Waar is dat ding nou weer? En dan zet je de knop erop. Of had je die er al op staan. En dan druk je erop. En dan komt die machine. Get items. Hier, kijk. En als die doodgaat. Prachtige despair.
Doe die niet aan in survival. Dan krijg je wither nog wat. En dan, kijk hier, vuur. Super vet ook, maar die moet je niet aandoen in survival, want als je dat doet, dan gebeurt... Wacht, even een bedspan zetten, dat is wel handig. Bed. Dan ga ik slapen. Dan staat mijn bedspan hier. Hier, super vet. En dan ga ik slapen. Op de een of andere manier werkt het niet. Slash game mode S. Dan ga ik slapen. En het werkt niet, dan niet. Maar als je die aan... Oh. Ah, damn. Ja, maar goed. Kill me maar dan. Damn. Ben ik ze kwijt? Oh nee, niet. God, beesten. Waar zijn jullie nou? Daar ligt de Death Bear. Want je kunt ook zien, het vuurt helemaal. Dag vrienden. Maar echt, als ik deze in survival aandoe, dan ga ik dood. Kijk maar. Of niet. Ik dacht van wel namelijk. Dat gebeurde vroeger wel bij mij, maar... Maar ja! Dat is ook super vet, want je kunt alles doodrennen. En het is gewoon super effectief. Want het kan van heel erg van tevoren gebeurt het al. En dat is ook super vet. Kun je goed verdedigd worden. Dat is ook wel leuk voor in een survival wereld of een server. Kun je dit een keer doen. Oh ja, en op 1.6 en onder 1.7 volgens mij, of 1.8 zou ook al kunnen, werkt deze command niet. We kunnen niet, ik weet niet waarom, maar volgens mij kan er niet zo'n lang command in. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Willen jullie meer commands? Laat het dan achter in de reacties. En nogmaals, wil jij deze command ook gebruiken? De link staat in de beschrijving. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende.